Hello, it's been Jesse. Not bad at fitness. Power play. En we gaan een interview doen met Jeffrey voor de Switch Club. Ja, mijn beroep is, ik ben fitnesscoördinator. Dat ben ik ook personal trainer. En als de manager aanwezig is, ben ik zeg maar manager. Nou, als personal trainer heb je afspraken met mensen persoonlijk gewoon. Dat ik echt één op één oefeningen ga doen. Echt op gericht op wat hun wil bereiken, wat hun doel. En als je als fitnessinstructeur werkt, dan kom je gewoon in de zaal, dan ben je mensen aan het corrigeren, mensen aan het aanspreken, vragen hoe het gaat, of een schema wat je wil, intakes afnemen. Dat gebeurt echt mensen ja, een beetje een normale routine te veranderen. Of van niet bewegen, slecht eten, weinig slapen. Probeer een beetje regelmaat in een leven te krijgen door uit te leggen van wat het doet, wat het waard voor is. Ik denk dat wel, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat hoor ik ook van klanten. Ja, dat is heel leuk. Wij hier geven de buikspieren kwartiertjes. Je geeft ook wat ja, apartere lessen, wat lesjes voor de personal training ook. Dat noemen we small group personal training, maximaal met 6 mensen. En dat doen we dan ook hier zo voor de kleine zaaltje. Nou, dit is de spinningzaal. Ja, het is altijd helemaal vol. Dus er komen binnenkort 10 fietsen bij. Ik geef het zelf ook. En dat is een van de. Ik vind het een leuke les om te geven. Ik ben niet zo heel ritmisch, maar op een fiets dan kun je weinig kant op. Dus dat is ook makkelijk te leren, zeg maar, om les te geven. En dat is een leuke aanvulling op het instructeur zijn. Waarom zou je dit werk aan anderen aanbevelen? Je hebt vrijheid. Je zit niet achter een bureautje, achter je computer. Je kan heel veel van jezelf erin doen. Naar de mensen toe. Jouw kennis kun je overvragen aan andere mensen. En dat wordt meestal als positief ervaren. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, en je hebt niet iemand die over je schouder deelt en meekijkt van dit moet je dat doen. Je hebt zelf een beetje je eigen invulling aan geven. Dus daarom zou ik mensen adviseren of adviseren. Zou ik het aanbevelen dat dit echt een leuke baan is. Heel afwisselend, je bent met mensen bezig en je zit niet op één plek de hele tijd. Sunrise, put your hand.